Dat is voor de Syrische revolutie eigenlijk. En vandaag, gisteren, wij hebben via YouTube eigenlijk gehoord dat er in de stad Homs, er zijn 300 mensen overleden, vermoord door de veilige dienst in Syrië. De revolutie begint en toen gingen een paar kinderen in de stad Dara. Ze hebben op het muur van ons, van hun plein op school geschreven: vrijheid voor Syrië. En, want ze hebben hun ouders ook gehoord dat toen de revolutie in Tunesië en Egypte was ook. Ze hebben gehoord en ze hebben een klein beetje begrip van wat betekent vrijheid. Daarom hebben ze op het muur vrijheid geschreven. En toen worden ze allemaal opgepakt door de politie eigenlijk. En daar worden ze allemaal geslagen en, heel, en bijna vermoord eigenlijk. En toen de ouders van die kinderen, ze gingen naar het politiebureau om over hun kinderen te vragen. Toen worden ook de ouders opgepakt, omdat ze zeggen: hoe durven jullie kinderen op het muur schrijven vrijheid? Wij leven zo genoeg. En toen de hele bevolking van die stad Dara, ze waren heel erg boos. En het regime wilde gewoon eigenlijk de revolutie gewoon afkopen eigenlijk. Om niet door te gaan. Ze waren heel erg bang dat over alle steden gaat eigenlijk de revolutie. En uiteindelijk, die mensen zijn ook, waren ook niet mee eens wat, hoe die kinderen zijn behandeld worden door de politie. Voor dit onze revolutie in Syrië. In Syrië, die mensen hadden al 40 jaar zijn monden, hun monden dicht eigenlijk. En over 40 jaar zeggen ze: nee, wij kunnen niet meer volhouden met onze mond gewoon dicht houden. Wij willen onze mond ook open doen. Toen hadden ze hun mond open gedaan, wordt het meteen geslaagd worden. En nu er zijn ongeveer 7000 mensen zijn vermoord door het regime en beveiligde dienst eigenlijk. Dus dat is de situatie in Syrië. Wij zijn nu eigenlijk tegen het veto die Rusland heeft gebruikt. Wij zijn niet mee eens. Die veto, Rusland eigenlijk heeft de veto gebruikt om de revolutie gewoon aanvallen en gaat naar beneden zakken. Terwijl dat heel veel mensen zijn overleden en dat geeft niets, heeft helemaal niks van het Russische eigenlijk regime. Daarom hebben we oproepen, jongens, mensen, alsjeblieft, stoppen ermee met alle doden. Er zijn heel veel mensen dood nu in Syrië, vooral gisteren 300 mensen zijn overleden. Maakt niet uit, kinderen, volwassenen, bejaarden, jongeren, allemaal zijn dood. En waarom dat gebeurt? Omdat die stad is, eigenlijk, komt vaak op de straat lopen om vrijheid te vragen. En dat is onmogelijk van het regime. Ze zijn niet bang eigenlijk. Ze hebben helemaal niks bij zich. Geen pistolen, helemaal niks. Ze zijn door de tanks eigenlijk dood gegaan. En alle flatten en deuren, ze zijn allemaal kapot gegaan door de tanks eigenlijk. Wij zijn mensen, wij hebben heel erg geduld. Wij hebben geduld genoeg om Bashar Assad weg te gaan.
wij staan altijd voor die mensen.